Hoofdpijn. Aloha. Hoofdpijn kan heel bepalend zijn voor je humeur en voor je concentratie. Ik geef zo meteen 10 tips die misschien helpen om er vanaf te komen. Drink je wel genoeg water? Als je gedeshydrateerd bent, dus niet genoeg vocht in je lijf hebt, dan krijg je hoofdpijn. Drinken van water en kruidenthee is dus de boodschap. Zo'n 1,5 à 2 liter water per volwassen. Zit je goed achter je pc of lig je fatsoenlijk onder je tv-dekentje? Denk aan de zak-zak-zak-techniek om je nek en bovenste rugspieren te ontspannen, zodat er genoeg zuurstofrijk bloed je hersenen kan bevloeien. Hoe is het met je ogen? Slecht zien of een bril die niet is aangepast kunnen leiden tot hoofdpijn, dus laat je ogen nakijken. Je kan je slapen masseren met een beetje massageolie met 2 druppeltjes etherische olie van pepermunt. Dat verlicht de pijn enorm. Stoom boven kokend water met daarin een paar druppels etherische olie van munt. Hou wel je ogen dicht, want dit kan een beetje prikken. Leg komkommerschillen op je voorhoofd en ogen en ga eventjes plat. De groene schil geeft wel kleur af, dus doe dit niet vlak voor een belangrijke meeting. Tijdens een dieet, een detoxkuur of zelfs in een menopower draai je je darmen op volle toeren en ben je eigenlijk aan het ontgiften. Dat wil zeggen dat je lever dan ook heel hard moet werken. Vaak kan je dan zien dat er wat vlekjes op de huid komen of dat je zweet wat sterker gaat ruiken, urine sterker gaat ruiken. En dat heeft allemaal te maken met die afvalstoffen die vrijkomen. Nu, dat kan ook wel leiden tot hoofdpijn. En de enige oplossing dan is veel water drinken, zodat die afvalstoffen heel snel worden afgevoerd. Het is onomstotelijk bewezen dat er een verband is tussen fysieke klachten en mentale ongemakken. Ga dus ook heel eerlijk even kijken wat er in je leven speelt, want ook daar kan hoofdpijn ontstaan. Stresshoofdpijn, dat moet je gewoon heel goed ontladen. Dat is heel belangrijk. En dat is helemaal losgaan. Of dat nu op de trampoline is of gewoon even de natuur in of tekeer gaan op een boksbal. Ontladen is eigenlijk nog belangrijker dan ontspannen. Dus eerst de druk van het vaatje en dan relaxen. Deze yogahouding, benen omhoog, dus hoger dan je hart, werkt verjongend, ontspannend, geeft een reboost, is anti-aging en tempert de hoofdpijn. En voilà, 1 van deze 10 zou je toch enigszins moeten helpen met dat kaboutertje met dat hamertje in jouw hoofd. En zo niet, en blijft de hoofdpijn aanhouden, dan adviseer ik je toch om eens contact op te nemen met je huisarts of met een ortomoleculaire arts om te checken of je misschien last hebt van intoleranties of allergieën. Nog meer tips nodig? Check dan even deze. Die staat chockvol tips en trucjes voor een puur eten, powerful bewegen, passioneel leven, levensstijl. Heel simpel. See you soon. Eigenlijk heb ik altijd hulp nodig. Ik kan dat niet alleen. Iemand moet mij altijd tegen de muur duwen. Bram, help!